internationale paard. Jullie mogen straks met je groepje één land uitkiezen uit de Europese Unie. En vanuit dat land ga je hapjes bereiden. Ja, de zomerschool is voor kinderen met een hoge intelligentie en die nog een achterstand hebben met begrijpen, het lezen en met woordenschat. En in deze 3 weken willen we die kinderen graag de Nederlandse taal leren en ook vooral met woordenschat bezig en met begrijpen, het lezen bezig. We zijn veel teksten aan het lezen, we lezen veel in de krant. We hebben thema's waar we over werken. Het is de opdracht om de voorpagina van het boek op de doos te plakken. En de opdracht was op de zijkanten een plaatje of iets te tekenen wat in het boek voorkomt. En hier staat ook een samenvatting van het boek. Maar juffrouw zei dat je niet die mocht doen, maar je moest je eigen samenvatting. Hallo, mijn boek heet De Spetter in het Begin. Schrijfster Vivian de Hollander. Hoofdpersonen zijn Carlo de vader, Bart de zoon en Bibi de dochter. Carlo heeft belangrijke gebeurtenissen. Carlo heeft besloten een oude boot om te toveren tot een motel. Hoe het afloopt. Een van de gasten bleek een boef te zijn en is aangehouden. Mijn mening is dat het boek heel leuk, spannend en leerzaam en grappig is. Waarom ben jij vlaggen aan het tekenen? Omdat we de vlag van Spanje hebben. We moeten dan de vlag van Spanje tekenen. En we hebben 2 kinderen die de vlaggen tekenen. Wie het mooiste tekent, die gaat dan op het speciaal blad. Dus daarom gaan we vlag tekenen. Ja, en waarvoor is dat allemaal? Volgens mij is het om iets te versieren, hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar wat gaan jullie donderdag doen, donderdagmiddag? We gaan naar Studio 18. Daar hebben we kraampjes van allemaal landen van de Europese Unie die daarbij horen. En wij hebben Spanje en wij moeten dan, gerecht hapjes zoeken van Spanje en dan moeten we dat bij de kraampje. Wat ben je nou vanmiddag aan het doen voor de zomerschool? We zijn dingen aan het bedenken voor een land, voor donderdag. En dan mogen de ouders allemaal hapjes proeven.